Hey, hallo allemaal, welkom terug op mijn YouTube kanaal. En zoals de meesten al zullen weten, dit zijn rootpouches. Dat zijn stoffen zakken waar je planten in doet, groot kweken eigenlijk. En ja, een kameraad van mij die heeft een aantal planten van mij overgenomen, omdat gewoon buiten begint gewoon extreem veel te worden. beter gezegd, ik heb er gewoon een aantal moeten verkopen, weg moeten doen. Ja goed, ik heb de zakken nou nog over. Deze plant gaat daar uit de zak en dan ga ik hem in de wasmachine doen. Want er is mij al een aantal keer gevraagd of ik daar gewoon een keertje een filmpje over wil maken en wil testen, kijken of het wel echt zo is dat het gewassen kan worden. Dus ik ga deze uit het zak halen en overzetten in een andere pot. Marco die neemt het dadelijk mee en dan zullen we het nou naar boven gaan, gelijk naar de wasmachine. En dan gooi ik daar die twee broedpoutjes in van de twee planten en dan zullen ze gewassen worden. Ik moet alleen even uitzoeken op internet van hoeveel graden het is dat de zakken aankunnen. Want de hele idee achter je potten wassen is dat de bacteriën en de ziektes, dus wat bijvoorbeeld in tomaten voor kunnen komen, doodgemaakt kunnen worden. Dus hoe hoger de temperatuur kan, des te beter. Ik heb op internet gelezen dat ze in ieder geval tegen de 80 graden aan zouden moeten kunnen. Maar omdat ik alleen maar tomaten kweek, of pepers kweek, is voor mij 40 graden meer dan voldoende. Dus ik ga ze wassen op 40 graden. Maar ik heb er in ieder geval twee. Dit is de habanero. Volgens mij is de andere Reaper. Dus ik ga ze nou even uit de pot halen. Maar dat skippen we, want ja, de planten uit de pot halen, dat hoeven jullie niet te zien. Dus we gaan gelijk naar de wasmachine. En dan zijn we daar verder. Nou, er zijn twee rootpoutjes zijn vrijgekomen omdat de kennis van mij de plant over heeft gekocht. En deze zijn gebruikt, je ziet, ze zijn smerig. Ik heb ze alleen uitgespoeld, maar that's it. Ik heb er net even wasmiddel in gedaan. Waarom niet? Was het. ik ga hem nou dus op programma zetten. Katoen, 40 graden of zo. Ja, 40 graden, 1400 toeren. Dus die gaat naar de was in. En dan gaan we beginnen. Schoon maken hier. Dat voor afzet te spoelen, de rotsen zitten overal. Maar we worden nou gewassen, dus wie weet. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien. Hij is klaar. Deze opschuiven. En ze zijn dus helemaal gewassen. En ze ruiken helemaal schoon. Ik zal ze naar onder brengen en even goed controleren. Maar ze zien er fantastisch uit. Een beetje vies nog. Maar ja, compleet herbruikbaar voor het volgend jaar. Oké, ik heb ze dus net uit de wasmachine gehaald en ik heb ze een half uurtje in de zon laten hangen, gewoon even een beetje te drogen, want het is plastic, dus het wordt heel erg snel warm en dat droogt dan wel weer snel. Zoals jullie zien, de rootpoutjes zien er gewoon weer schoon uit. Ze vouwen ook weer terug naar de oorsprong, zoals ze het net aangeleverd heb gekregen. Deze is een beetje in de vieze kant, maar dat is roest. Waarschijnlijk heeft er iets in de zand gezeten of wat dan ook. Maar buitenom dat, dus de binnenkant is helemaal schoon. En ik had eigenlijk verwacht dat de onderkant een beetje gesleten zal zijn. Omdat ja, ik sleep met die zakken continu. En dan pak ik het gewoon zo vast en trek ik gewoon even naar kant of zo. Maar het is niks gesleten, dus het is behoorlijk stevig. Steviger dan ik verwacht had. Nogmaals, ja, het is helemaal schoon. En ja, gooi maar eens een keertje een bloempot van de Action in de wasmachine, dat zal je niet lukken. De meeste mensen die gooien het weg. En, ja, ik kan dit gewoon weer hergebruiken. En ik vouw alles op, zoals je het hier ziet. En ik gooi het in een doos, ik gooi het in de berging. Volgend jaar haal ik het uit de doos, ruik het naar een robijntje. En kan ik het hergebruiken. En dat is het voordeel van deze
roetpoutjes dus. Het enige wat er een beetje af is gegaan is, hier zat een labeltje van een roetpoutje, een karton labeltje, maar dat is er vanaf gegaan. Was ook wel te verwachten, dus voor karton, maar verder is het gewoon net of het nieuw is. Dus voor de leden die om de test vragen of je kunt wassen, nou ja, goed, bij deze, je kunt hem wassen. En ik zal een link toevoegen van de website. Volgens mij kunnen deze 60 tot 80 graden aan. Ik zeg dat nu bij, controleer het zelf op de website. Maar ja, 40 graden kunnen ze zeker aan. En hoger hoeven bij mij niet te gaan, dat ik tomaten doe. Pepers doe, dus ik heb geen tomatenziektes of wat dan ook. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Maar dat was het, dus tot de volgende keer.